de alarmbel gaan. Brandweerman Sam treedt ijlings aan. Met zijn helm en met zijn jas, want die komen goed van pas. Hij is altijd paraat, brandweerman Sam, hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hij is de held van de buurt, waar Sam zijn auto op stuurt. Loopt hij door een drukke straat, staat hij klaar met raad en daad. Is er soms een schoorsteenbrand, dan komt Sam die blussen, want hij is altijd paraat. Brandweerman Sam, hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hij is de held van de buurt, waar Sam zijn auto op stuurt. In een veldje buiten Piekepolder, op een lekkere warme dag, zijn Jaap en Sarah bezig om aardappels te rooien voor Bella Lasagna. Poeh, dat is wel hard werken, zeg. Meisjes, altijd klagen. Doe nou maar, laten we nou maar voortmaken. Alleen maar omdat Bella ons een ijsje beloofd heeft, Hebbert. Hé, hey, daar heb je oom Sam. En Jupiter. Nou, commandant, het is mijn dagje wel vandaag. Het zal de warmte wel zijn. Inderdaad, Sam. Al die warmte geeft me al te vaak brandjes. Niet waar, Crispijn? Ja, brandjes, ja, warmte, ja, nee, te gek, man. Commandant. Wie zijn dat in dat veld daar? Ah, dat zijn Sarah en Jaap. Hé, hey, wat doen jullie in Bella's aardappelveld? Nou, aardappels rooien natuurlijk, voor de gebakken aardappeltjes. Het is zwaar, hoor. Mijn rug doet pijn. Oh ja? Nou, daar moet dan eens wat op gevonden worden, hè? Ja, goed idee om Bella te helpen. Ga er maar gauw mee door. Dag, oom Sam. Dag, oom Sam. Dievertje Puk pakt wat lekkers in voor haar eigen kleine lieveling Norbert om te kunnen picknicken. Zo, jongen. Oh, man. Waar moet ik dan heen? Ik heb toch niemand om te spelen. Nou, ga dan vissen, Norbert. Dat vind je toch altijd zo leuk? Knulletje van me? Ah, vissen, daar heb ik geen zin in, hoor. Luister hier, Norbert. Het kan me helemaal niet schelen of jij nou wel of geen zin hebt om te gaan vissen. Je gaat gewoon vissen. Vooruit. Maak dat je wegkomt. Norbert! Oh. Mammies eigen lieve knul. Nee. Doris, nee. Nee, ik kom absoluut op net, ja. Wie mag de brandweer nu weer nodig hebben? Schuur in brand, polderlaan. Iedereen present, commandant. Hoi, dan gaan we. Nou toch, waar gaan ze nou toch naartoe, mevrouw Lasagna? Oh, mamma mia, ik niet te weten. Vissen is toch wel fijn. Eens even kijken. Ontbijtkoek. Maarden. Moet je eens kijken, nog maar een halve emmer. Oh. Nou zeg, dat klinkt wel... Ja, erg serieus deze keer. Alle ijsbieren in de tropen, zeg. Ja, dat mag je wel zeggen. Goed, rol de slang uit, mannen. We moeten zorgen dat de brand zich niet uitbreidt.
uit, mannen. Opschieten. Laat het water maar komen, commandant. Water staat aan. Ja. Mooi zo. Deze fik zijn wij vast en zeker in enkele ogenblikken de baas. Dan hebben we opnieuw weer een klus geklaard. Hoeveel water is er nog, commandant? Maar wat? Water. Dat loopt wel erg snel terug. Hoe ver zijn wij met blussen, Sam? Het wil nog niet erg, commandant. Het is een beetje een lastige brand, ziet u. Nee, we spelen helemaal niet. Wat doen wij als het water op is? Dan moeten we op zoek naar een brandpomp, commandant. Maar er zijn geen pompen in de buurt, commandant. Dan zoeken we toch een slootje? Ook geen slootjes in de buurt, commandant. Het is een en al land hier. O jee. Alle botte bijlen en een berenbuik. Hey, ik heb beet. Kijk maar, ik heb beet. Hiervoor. Wat heb ik daar nou aan? Brand bijna meester, commandant. Mooi zo. Bijna alle water op. Daar komt geen water meer uit, commandant. Zeg ik niet dat er genoeg was. Dat was geluk hebben, nietwaar? Ik herinner me net dat er beneden aan de weg een slootje is. Misschien kunnen we Jupiter daar dan weer vullen en dan hier terugkomen om na te blussen, commandant. Juist, mannen. Ik vind dat wij nog wat moeten nablussen. Ja, instappen, mannen. Goed, mannen. Installeer de pomp. Klaar om te pompen, commandant. Nu moet het een vis zijn. Weer niks, verdorie. Een badstop. Daar heb je het al. Ik heb de stop eruit getrokken. Ziezo, die is vol. Prima gedaan, mannen. Instappen. Kijk. Al die oude stukken ijzer, die brengen mij op een idee. Ja. Schitterend, oom Sam. Maar wat is het? Ja, dat zal ik je eens even laten zien. Samuels patent aardappelrooier. Zie je wel? Aardappels gerooid. Te gek, oom Sam. Dank u wel. Kunt u ze nou ook nog bezorgen, oom Sam? Ja, ik denk dat we jullie wel kunnen afzetten bij Bella. Hè, commandant? Zeker. Help jij de kinderen dan even sjouwen, Crispijn? Zeker, commandant. Dus volgende halte, Bella Lasagna's Café, hè? Kom maar op, jongens. Dan draag ik de emmers wel. Nu verdienen we allemaal een ijsje, hè, jongens? Ja, vind ik ook. Hebberts die jullie zijn. Vooruit, jongens. Instappen maar. Het is Jupiter. Misschien kan ik een lift krijgen. Hé, mag ik ook mee? Ba! Loopt hij door een drukke straat, staat hij klaar met raad en daad. Is er soms een schoorsteenbrand, dan komt Sam die blussenband. Hij is altijd paraat, brandweerman Sam, hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hij is de held van de buurt, waar Sam zijn auto hoog stuurt.